Goedemiddag allemaal, mijn naam is Denis Maassen. Ik ben bestuursvoorzitter ad interim van Focqua Schadeherstel. Een belangrijke en verbindende factor vanmiddag bij dit congres is onze gezamenlijke aandacht en interesse voor het schadeherstelproces. En meer specifiek de kwaliteit die erin geleverd wordt. Ditmaal vanuit het unieke perspectief van de consument, zo u wilt, de klant. Dat voegt iets toe. Normaal gesproken richten wij ons vooral op de inhoud van het vak. En dat is maar goed ook, want dat vormt de basis. En dat is voor de consument niet altijd te meten. Maar neem niet weg dat bij optimale vakuitoefening, optimale inhoudelijke prestaties, het perspectief van de klant wel degelijk toevoegt. Dat is te meten, dat kunnen we ophalen en dat is ook voor een deel gebeurd. Niet alle schadeherstellers hebben deelgenomen aan deze competitie. Maar dat maakt niet uit. Er zijn een aantal deelnemers die hun nek hebben uitgestoken en dat verdient waardering. Waardering omdat dat een bijdrage levert aan de kwaliteitsverbetering in het vak. Kwaliteitsverbetering waar Focqua enorm veel waarde aan hecht. Getuigen onder andere de Focqua-standaard die vrij recent is geïntroduceerd. De Focqua-standaard eigenlijk het referentiepunt in de schadeherstelbranche als je gaat praten over kwaliteitsborging. Wetende dat daarmee niet alles gezegd is. En dat voegt ook deze dimensie, het consumentperspectief, nadrukkelijk toe. Ik wil dan ook complimenten uitreiken aan alle mensen die hier een bijdrage leveren aan het verder bewust worden van het klantperspectief. Dat is echt enorm belangrijk voor de maatschappelijke waardering die wij zo nodig kunnen gebruiken. Ik ben ervan overtuigd dat wij best presteren en misschien wel beter presteren als gemiddelde wat zo allemaal gemeten kan worden bij allerlei branches. Voor vandaag is het belangrijk dat er een competitie gedraaid is, dat er winnaars zijn. En ik wil dan ook applaus straks, maar dat zult u zelf ook wel met plezier geven, voor alle winnaars. Want ze hebben hun nek uitgestoken om het beste te halen uit hun eigen presteren en willen daarmee ook vooruit. Ze halen feedback op, dat nemen ze serieus en maken zo een volgende stap. Ik wens u verder een hele plezierige middag toe met elkaar en hoop elkaar spoedig weer te zien in een andere context. Dat was het, dank u wel.